Verschillende ministers en personen uit het bedrijfsleven zullen in november deelnemen aan een virtuele handelsmissie. Dit is overeengekomen tijdens het bezoek van de Nederlandse zaakgelastigde Henk van der Zwan aan minister Saskia Walden van Economische Zaken. Van der Zwan zegt dat hij nieuwe impulsen wil geven aan de relatie tussen Suriname en Nederland. Ook worden er twinningsfaciliteiten gecreëerd, waarbij onder meer de mogelijkheid bestaat voor een samenwerking op overheidsniveau. We hebben wel de afgelopen jaren een aantal instrumenten in het leven geroepen die het makkelijk maakt voor starters. Ja. Het gaat met name om starters, ja, jonge ondernemers, om snel ease of doing business, om snel een bedrijf op te zetten. Ja. We hebben ook verschillende faciliteiten van de overheid die vouchers bijvoorbeeld, die hebben kunnen helpen, ja, marktonderzoek te doen naar de producten, ja, die ze willen presenteren. Dat zijn zaken die redelijk succesvol zijn geweest en die er ook toe hebben geleid dat veel, met name jonge ondernemers, incubators bijvoorbeeld, hebben we ook op verschillende plekken, waar jonge ondernemers bij elkaar gebracht worden en die dan zeg maar in een soort van positive environment, ja, waar ze leren van elkaar en waar ook ze contacten hebben met meer senioren mensen die al meer ervaring hebben op het terrein van doing business, ja, dat daar kennisoverdracht kan plaatsvinden. Minister Walden geeft aan dat haar ministerie als taak heeft het ondernemerschap te stimuleren, als ook alle activiteiten die leiden tot duurzame ontwikkeling. In totaliteit moet Suriname meer gaan exporteren. Ja, ja. Dus ja, dat zou dan ook goed zijn om te kijken van hoe kan je, ja, dus producten export-ready maken. Ja. Iets waar Nederland een hele goede voorsprong op heeft is in de farmaceutische industrie. Mm-hmm. Om het op een dusdanige manier te doen waar het een exportwaarde krijgt. Dit is altijd een onderwerp van gesprek als wij gesprekken voeren met andere landen, wat altijd ter tafel komt. En ik weet zeker dat ook met name verduurzaming, vergroening, een onderwerp zal zijn dat een rode draad zal zijn in de gesprekken die we hebben met de ambtelijke commissie die begin november komt. Landbouw bijvoorbeeld kan alleen goed werken als het op een duurzame wijze gaat geschieden. Je moet, ja, geen roofbouw plegen op je eigen land, op je natuur. Dan win je er niets aan. Dus dat zal zeker hoog op de agenda. Henk van der Zwan, zaakgelastigde van Nederland, en daarvoor minister Saskia Walden van Economische Zaken. Zij spraken over de samenwerking tussen Suriname en Nederland. In november komt er daarnaast een ambtelijke missie naar Suriname, waarbij er onderhandelingen zullen worden gevoerd met het ministerie van Economische Zaken.